Pieter Gootjes en Lijfje van Andel, die in 1911 in het huwelijk traden en een huis in Groenveld lieten bouwen. Ze zijn daar zeer gelukkig geweest. Hebben er 54 jaar samen gewoond met hun 9 kinderen, waarvan er 2 jong stierven. De kippen worden gevoerd. Moeder was dol met kippen. Altijd moesten de kippen zijn. Het moment van eieren gaar was altijd heel leuk. Vader met zijn onafscheidelijke pijpje smulken over het hek van waaruit hij zo naar het Valkoog kon kijken. Dat was een hele mooie plek. Dirk Houter onder zijn koeien, Groenveldse vriend, de geinponen van het dorp. Volle melkbussen worden aan de kant van de weg gezet. De melk uitgetapt voor de consumptie van de kalven. Het is Giel. Ik tussen 2 paarden in. Ik voelde me niet happy, denk ik. Want ik was bang voor die grote beesten. Roel Jaap met zijn paarden. Ja, het was echt een paardenman. Lag toch aan de winkel van Piet Baas weer. Giel er ook weer bij. Ik in de tuin. Dat was mijn klus en mijn hobby. Dit is Gerard, nee, Goof van Jaap met Dirk Houter junior. En hier de jongens dollen onder de tuinslang. De melkbussen aan de kant van de weg. Het huis. De tuin. Dat was een mooi domein. En daar het huis van oom Jan en tante Neeltje. Tussen de bomen. Dit was de weg naar Schagen. Dit was de boerderij van Thijs Rens. Nu zien we Groenveld West. Even maar. De winkel van Piet Baas. Dit is mijn vriendin Puk, die later naar Australië geëmigreerd is. Waar ik nog steeds contact mee heb. Moeder hoopte dat het tussen Puk en mij iets zou worden. Maar we wisten allebei dat dat er niet in zat. Maar we hebben een geweldige vriendschap gehad. Nou, ik denk vanaf 1952. Buurman Frans, kijk eens wat een snor. Die woonde altijd naast ons gewoond. Vader. Bonkert Jan, Pijpje Jan. Moet vast iets doen voor moeder, met het emmertje. Moet wel een plant verzet worden. Een andere klus is dat. Was er in het verschiet. Koffie tremmen. Hooibouw, Piet van Jaap en Jaap. Het hooi wordt geschud. Dit zijn beelden uit een ver verleden. Dit gebeurt nergens meer. Hooi schudden met de hand. Vader en moeder klaar om naar de kerk te gaan. Staan te wachten op Jaap. Kom dan maar even zitten, moeder. En Giel, ik heb het knappe pak aan. Bed opmaken. Michel in de badkuip op Groenveld. Moeder schenkt thee. Dat kopje heb ik nog.
vader. Met de gemeenschappelijke wastafel, dat was de aanrecht in de keuken. Dat was allemaal nog erg primitief in die tijd. In 1965 zijn vader en moeder naar de Dillenburg gegaan, in Alkmaar. Een verzorgingstehuis, onder het door vader bedachte wijze motto: moeder, we hebben de leeftijd, we zullen ons verstand maar vooruit sturen en er zelf achteraan reizen.